Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sporten na corona. Kan dat zomaar? Het COVID-19-virus tast niet alleen de luchtwegen en longen aan, maar kan ook je hart en andere spieren een opdoffer geven. Wanneer mag je eigenlijk weer sporten na een infectie? En waar moet je rekening mee houden? En wanneer kun je er weer vol tegenaan? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Een onderwerp waarvan we een jaar geleden niet hadden gedacht dat we daar ooit nog eens een podcast over zouden maken. Nee. En dan, ja, heb jij het al gehad? Hè? Ja, heb jij het al? Zeg, heb jij het al? Dat is een Kinderen voor Kinderen liedje. Heb jij het al, corona? Nee. Op dit moment niet, hè? Afkloppen. Nee. Ja. Niet dat we weten. Ken jij mensen met corona? Niet heel dichtbij. Nee. Dat blijft toch een beetje... Ja, mijn dochter van 20... Die heeft toch regelmatig die heeft het van het voetbalteam. Die heeft het. Dus jij kent mensen die mensen kennen? Ja, en mijn eigen dochter, de andere van 16, die is getest ook. Toch? Die liep met een grote snotneus rond, appte jij? Begin van school natuurlijk, begin van het schooljaar. Verkoudheid denk je dan, maar ja, goed, je zoekt het even op. Het was ernstig genoeg om te laten testen, dikke keel en... Ik heb sinds kort 2 mensen die ik ken. Daar gaan we zo meer van horen. Ja. Maar voordat we beginnen wil ik toch even leuk altijd reacties. Hè? Daar zijn wij dol op. Kijkers en luisteraars die reageren op onze afleveringen. De eerste die ik er even bij wil pakken was op onze website. Wij maken van iedere aflevering een post op onze website slimmerpodcast.nl. En deze 2 reacties kwamen binnen naar aanleiding van onze aflevering over pijn en de pijnchallenge. Ja. Nou, dat leek me passend bij corona-aflevering. Dat doet ook veel pijn. Geen lolletje. Eerst kregen we Clemens Volleberg, die zei: wat goed dat jullie aandacht aan dit onderwerp besteden. Hard nodig, daar moeten we eigenlijk veel meer aandacht voor hebben. En ook Johan Neven kwam in de lucht via de website. Ja. Johan zagen we ook al eerder in de aflevering over ouder wordende atleet. En die vult aan, hè? Die had een correctie. Ja. Ik geloof dat bij een andere bekende podcast noemen ze dat. Hoe heet het ook alweer? Correcties. Ja. Correcties en aanvulling. Hij had het naar aanleiding van ons gesprek over pijnstillers. Vulde hij op jou aan dat niet alle voetballers aan de paracetamol zitten. Nee. Met een link naar een wetenschappelijke studie. Precies. Zijn we dol op. Paracetamol is net even anders dan ibuprofen. Ibuprofen is een echt ontstekingsremmer daarbij. Ja. En paracetamol heeft dat niet. Anders een ander werkingsmechanisme. Dus die nuance moet zeker aangebracht worden. Dankjewel. Rectificaties, dat was het woord wat ik zag in de Rode Lantaarn. Ja. Hey, en dan op YouTube. Elke aflevering staat ook op YouTube. En daar kwam een reactie. Wat eigenlijk de hele aanleiding is dat we het vandaag over dit onderwerp in deze aflevering hebben. Namelijk iemand onder naam Marlies Video. Ik weet niet welke Marlies het is. Maar die reageerde, die had ons ontdekt. En die schrijft als podcast geluisterd tijdens het lopen. Het was weer mega interessant. Dankjewel Marlies. Nu helaas ziek op de bank met mogelijk corona. Misschien leuk om een podcast te maken over het trainen na corona of andere longontsteking. Is er al wetenschappelijk onderzoek bekend naar trainen met corona? Nou Jurgen, is er al wetenschappelijk onderzoek? Ja, dat is interessant aan corona. Er is de studies komen, er komen heel veel studies uit. Maar specifiek over trainen na corona is er nog maar heel weinig. De medische wetenschap is ook aan het verbaasd over wat doet het virus allemaal. En als je naar de
de sportartsen of de sportwetenschappers, hoe kijkt... Ja, zitten die ook eigenlijk van, wat gaat dat virus ons brengen? Ik kwam in ieder geval op een, dat het wat kan doen. Dat is wel duidelijk, hè? Misschien is het goed om te beginnen om dat eerst eens gewoon in beeld te brengen. Want tot nu toe, voor mij was het altijd vrij abstract. Het virus, het waren getallen, het zijn ziekenhuisopnames, het zijn IC-bedden. Maar een paar weken terug ontdekte ik dat een van mijn beste vrienden van de middelbare school, Martijn, die appte opeens vrolijk in ons appgroepje. Nou jongens, ik heb het. En ik belde hem en dat verhaal vond ik zo intens dat ik dacht, dat wil ik wel even aan je laten horen. Hey Martijn, jij bent officieel de allereerste in mijn dichtbijzijnde kring. Een van mijn vrienden die dus positief is getest op corona. Bijzonder verhaal, maar ik ben vooral even benieuwd naar wat dat met jou deed. En wat het vooral met jou deed in sportieve zin. Laten we even bij het begin beginnen. Wat was jouw sportieve niveau of hoe was jij met sport bezig voordat dit jou trof? Twee keer in de week. Personal trainer, waarbij ik lekker mezelf uitleef. Tennis in de week een keertje en ik golf er nog wel bij. En ik fiets af en toe op de wielrenfiets. Dus ik was toch wel gewend om 4-5 keer in de week op een of andere manier met sporten bezig te zijn. En dat ging vrij aardig. Ja, onze andere twee vrienden van dit clubje noemen ons nu wel de fitste Harry's die ze in hun omgeving hebben, hè? Fanatiek. Maar toen, een paar weken terug, jij voelde je niet zo lekker of wat gebeurde er? Nou, ik had eerst een beetje hoofdpijn en keelpijn en ik dacht, dat heb je wel vaker. Maar een dag later verdween mijn geur en dat was toch wel alarmerend. En toen heb ik een testje laten doen natuurlijk bij de GGD. En daar moest ik 2 dagen op wachten. En precies in die 2 dagen lag ik knock-out op de bank. Was ik heel moe, kon bijna niks doen. 10 minuten spelen met mijn dochter leverde al een 3 kwartier directe slaap op. Okay. Heel bizar. Was ik natuurlijk ook niet gewend. En dat 2 dagen lang met... geen koorts. Ik heb helemaal geen koorts gehad. Alleen wel veel hoofdpijn, een klein beetje keelpijn en dus die geur die verdween. Maar verder... heel erg weinig zware klachten, behalve die vermoeidheid voor 2 dagen. En toen, er kwam de uitslag. Toen niet meer heel verrassend voor mijzelf, belde de GGD mij op en die zeiden, meneer, u bent positief getest op corona. En hoe ontwikkelden de klachten zich bij jou? Nou, na die 2 dagen vermoeidheid zakte dat een beetje af en kon ik gewoon eigenlijk vrij hier in huis rondlopen. En het zou eigenlijk, als je geen coronatijd gewend was, het moment zijn waarop je denk ik weer teruggaat naar kantoor. Niet verstandig, maar dat zou je dan weer doen. En een beetje aan het werk gaan. Alleen, de GGD die raadt dat netjes af, dus dat doe je dan ook niet. Ja. Ik voelde me eigenlijk redelijk oké, dacht ik. En wanneer ben je voor het eerst naar buiten gegaan? Ik ben naar buiten gegaan na 8 dagen, na de start van mijn klachten eigenlijk. Omdat ik toen 24 uur en eigenlijk nog iets langer was, bijna 48 uur klachtenvrij. Omdat ik toch geen risico wilde lopen om mensen ook op straat aan te steken. En toen ben ik naar buiten gegaan, wat een hele vreemde gewaarwording was. Want je voelt je toch hetgene waar iedereen op straat bang voor is. Hoewel niemand jij daar rondloopt. Jij bent het. Ja. Toen ben ik voor het eerst een klein wandelingetje gaan doen. Hoe was dat? Ja, dat was een hele interessante gewaarwording, kan ik je zeggen. Ik, voor iemand die toch redelijk sportief is, is een klein wandelingetje. En dat is dan 1,8 kilometer om precies te zijn. Over het algemeen niet zo heel groot probleem. Alleen hier moest ik na een stukje wandelen, bijna halverwege eigenlijk, gaan zitten. Want toen had ik een hartslag van ver boven de 160. En dacht ik van, het wordt toch al wat licht in mijn hoofd. Dus ik ga even op een bankje zitten. Dus dat heb ik een kwartiertje, 20 minuten moeten doen voordat ik die wandeling terug naar huis voort kon zetten, heel rustig. En toen dacht ik wel echt van, oké. Ja, daar schrok ik best wel van, want ik had niet verwacht dat met zulke lichte klachten, dit virus blijkbaar toch je conditie zo in een week tijd naar de knoppen weet te helpen.
En ik wist eigenlijk ook niet hoe dat ging ontwikkelen. En ik wist ook niet wat ik daar eigenlijk fout aan kon doen. Of ik nou goed bezig was door het juist te gaan bewegen of juist niet. Ja. Dus dat was wel even schrikken. En ik begreep van jou eerder deze week, je hebt toen ook een arts geraadpleegd, toch? Ja, ik heb toen met de arts gesproken om te vragen wat ik nou met dat herstel moest. En toen heeft hij ook duidelijk aangegeven dat fysiek inspanning op zich goed is. En dat je met werk met name op moet passen. Zeker als je geen fysieke werk hebt, maar in mijn geval, zoals in mijn geval, meer zittend en denkend. Dan is stress iets waar je lichaam moeilijker nee tegen zegt. En een fysieke inspanning, ja, dan word je vanzelf heel erg moe. En dan moet je jezelf rust geven. Maar op zich je lichaam weer activeren, dat vond die arts een goed idee. En met die richtlijn ben ik dan ook verder gegaan. En beschrijf eens, hoe ging dat verder? Ik heb de paar dagen daarna, omdat ik toch al van die eerste wandeling een klein beetje geschrokken was, heel rustig aan wat geprobeerd dezelfde wandeling te doen. En dan had ik een hartslagmeter bij me, waar ik dan niet te veel probeerde te focussen. En dan keek ik achteraf wat de resultaten waren. En dan zag ik gewoon per dag dezelfde wandeling dat die hartslag aan het zakken was. Toen heb ik bij dag 4 de wandeling wat opgeschroefd naar 5 kilometer. Of 4 of 5. En de eerste paar dagen was ik nog dan nog buiten adem. En ik denk na een week eigenlijk pas weer echt dat ik dacht, nou, dit is gewoon weer een relatief normaal niveau. We hebben het over waarbij wandelen, je 5 kilometer kan wandelen. Dus hebben we het over wandelen. Je die 4, 5 keer in de week sporten, hè? Holy shit, man. Ja. Ja, nee, dus dat is dat was wel echt heel erg bizar. Om je te realiseren dat terug naar 5 kilometer wandelen, waar je een uurtje mee bezig bent, dat gewoon iets is waar je gewoon buiten adem kan raken. Of sterker nog, dat je de eerste keer de 5 kilometer bij lange na niet haalt. Jij zei van de week tegen mij, en daarom wilde ik ook even nu met je bellen, van joh, ik heb wel vaker 2 dagen met griep op bed gelegen en dan loop je naar buiten en dan kan je gewoon weer verder. En nu ben ik gewoon in 2 dagen helemaal gesloopt. Ja. Ja, dit is onvergelijkbaar met andere griepen of zware verkoudheden die ik heb gehad. Bovendien heb je dan hele zware klachten en dan krijg je lichaam wel een goede tik. Maar dan nog kon ik vaak de week erop op de tennisbaan prima een balletje slaan. Nu is dat deze week voor mij absoluut een no-go. Daar ga ik niet eens aan beginnen. En dat was na twee dagen relatieve vermoeidheid. Maar verder geen koorts of wat dan ook. Dus ik vond het heel opmerkelijk hoe je lichaam als het ware de coronasloperij langs krijgt in een paar dagen tijd. Waarbij je relatief weinig klachten hebt, maar conditioneel sta je weer helemaal aan de start op de een of andere manier. Het is heel vreemd. Bizar. Hey, dank voor nu hier in de podcast. Dank voor het delen van je verhaal. En wij gaan dus verder op zoek naar wat nu slim is om te doen als je dan dus wel terug wilt trainen. Misschien nog wat goede tips voor jou ook die langskomen zo. Ben benieuwd. Dankjewel. Graag gedaan. Zo, ja, nou, ik vind dit dus echt een heel heftig verhaal. Ja. Omdat opeens is dit niet iemand die bejaard is, onderliggend lijden. Een supersportieve gast, 40, net als ik. Die het ineens helemaal kwijt is. Die na 2 dagen als een oude man, nou, ik zie dan bij wijze van spreken met een stok op een bankje moet gaan zitten van een rondje wandelen. Doet me denken aan een bezoek wat ik laatst bracht aan de revalidatiekliniek in Veldhoven. Voor een stuk wat ik voor Bicycling schreef. Hartfalen patiënten. Nou ja, en daar zag ik ook, daar werd een mevrouw getest met hartfalen. En hartfalen is eigenlijk dat het hart is. Het hart kan best wel wat hebben, hè? Maar als je lange tijd bijvoorbeeld hoge bloeddruk, een lekkende klep of na een infarct, dan gaat hij toch, wordt hij langzaam uitgeput. Dus eigenlijk uitputting van het hart. Gaat falen. En dat kan leiden echt tot iemand die ik zag. Ja, dat was gewoon de wandeling van de balie naar de kamer van de dokter was al zwaar vermoeiend. En wat dan de uitdaging is, en dat zal hetzelfde zijn voor alle mensen die nu ook met corona gehad hebben. Juist omdat het ook veel mensen zijn die
beetje obesitas of in ieder geval andere risicofactoren wellicht. Ja, dat leek in het begin, hè? Dat waren de mensen die we op de IC zagen, maar we zien nu eigenlijk, het raakt iedereen. Het kan zeker ook, ja. Maar ik denk dat de getallen nog steeds wijzen van dat je verhoogd risico hebt op. Ja. En dat het belang van goede gezondheid, goede leefstijl, sporten als onderdeel daarvan, dat wel zichtbaar is. Dat wordt ook geroepen. Dat geldt ook eigenlijk voor hartfalen patiënten, waarbij je altijd iets hebt van, ja, maar ja, ik heb iets aan mijn hart. Dat zie je, die mevrouw zei dat ook. Ja, hallo, mag ik dat dan wel zo doen? Dus wat bij haar gebeurt, ze krijgt een inspanningstest en komt niet boven de 30 watt uit. Ja, dat is natuurlijk, denk je... 30 watt? Watt vermogen. Oké. Ja. Wat zij kon leveren op een fiets. Ja. En dan kun je dat omzetten naar een VO2 max... En dan op topsporters, dan hebben we het over 80 milliliter per minuut, per kilogram lichaamsgewicht. Nou, zij komt rond de 15. En met 15, dan kun je nog net je algemene dagelijkse levensrichtingen doen. Zo. Maar de enige manier eigenlijk, of een hele goede manier is, want medicijnen krijgen ze ook, maar dat werkt eigenlijk amper. Doet niet veel, is toch ook aan het sporten te krijgen. Sterker maken. Zelfs als je hart zo verzwakt is. Want de probleem hoeft hem niet alleen in het hart te zitten. Maar ook juist de spieren. Die krijgen eigenlijk, die worden erg lui. Als je die niet gebruikt. Je raakt spiermassa kwijt. Ja. De bloedingen veranderen daarvan. Die kunnen slechter met zuurstof omgaan. Wat heel maf gebeurt, die krijgen eigenlijk alleen maar een soort sprintspieren. Okay. Dus die krijgen die witte spiervezels. Die kunnen even heel kort opstaan, naar de keuken lopen met en weer zitten. Ja. Maar die hebben dus relatief een grote anaerobe tank. Maar aeroop, dus met zuurstof, kunnen ze eigenlijk niks. Die hele spieren zijn van slag. Nou, laten we dan eens op zoek naar wat dit dan betekent, sporten na corona. Ja. We horen Martijn al even zeggen, die heeft met zijn huisarts gebeld. En ook de GGD adviseerde hem, hey, pas op, oude kantoortijger. Martijn is echt kantoortijger, ook wel heel sportief. Maar die waarschuwde hem dus echt dat zittende beroepen in je hoofd, de stress, de non-fysieke stress, is eigenlijk best wel gevaarlijk. Ja. Want dat is natuurlijk ook op je hart. Terwijl anderzijds juist dat bewegen, ja, je stopt vanzelf als je niet meer kan. Je gaat wel zitten. Ja. Wat is nou verstandig om te doen? Hij belde dus met zijn arts, die zei, nou, ga maar zover als je lichaam de grenzen aangeeft. We hebben natuurlijk in een eerdere aflevering even met sportarts en onderzoeker Casper Jansen gesproken over slaap. Maar die weet toevallig ook wel wat over wat je het beste kan doen naar aanleiding van corona. Goedemorgen, Casper. Jij komt ze ook tegen, hè? De sporters of jouw patiënten die corona hebben gehad en maar moeilijk weer tot activiteit komen? Zeker. Ik begeleid mensen die corona gehad hebben en dat zijn sporters, maar ook niet-sporters. En ik zie inderdaad dat er behoorlijk wat mensen zijn die echt langdurig klachten houden. Mm-hmm. En dat we ook nieuwe dingen zien, hè, die we eigenlijk nog niet zo kennen van virusinfecties. Misschien wel voorkomen, maar die zien we nu eigenlijk veel duidelijker. Ja, en wat zijn dan de kenmerkende rare dingen die corona met zich kunnen meebrengen? Nou, het is natuurlijk een virus, hè, dus mensen denken vooral aan luchtwegklachten, longklachten. Hè, dus inderdaad, sommige mensen hebben echt longproblemen of een verminderde longcapaciteit nadat ze corona hebben doorgemaakt. Maar wat we opvallend veel ook zien, zijn eigenlijk toch een tijdelijke ontsteking aan het hart. Het is een myocarditis, een ontsteking van de hartspier. En dat kan voor sporters potentieel heel gevaarlijk zijn. Want als je een myocarditis hebt, dus een ontsteking van de hartspier, en je gaat je intensief inspannen, kun je een gevaarlijke ritmestoornis krijgen. Dus dat wil je echt voorkomen. En dat is, want ik begrijp, Duits onderzoek volgens mij geweest, en ook wat Amerikaans zelfs bij topsporters. Je merkt daar niks van, hè, als patiënt zelf. Je merkt niet van dat virus... Nou, je merkt vaak dat je een tijdje bijvoorbeeld luchtwegklachten hebt. Dus natuurlijk last van je neus, snotterig, wat hoofdpijn. Soms ook druk op de borst wordt wel veel beschreven bij corona. Die fase gaat vaak voorbij. Dan voelen mensen zich heel even beter. En dan komt soms nog een tweede fase waarin je toch weer wat verhoging krijgt. Wat malaise, je niet fit voelt. En dan moet je echt op je hoede zijn. Want dan kan het toch wel een teken zijn dat het virus nog niet je lichaam uit is. En op zich, die myocarditis voel je inderdaad niet. Maar je voelt vaak wel dat je lichaam niet zo wil. Hè? Dus dat je hart moeite heeft om de hartslag te verhogen. Maar ook de pompkracht van het hart. Dus
nou ja, het vermogen dat je kan leveren is vaak minder. En dat voel je echt wel. Dus ja, als je daaraan denkt, ben je voorzichtig en laat je vooral testen. Ja, dat sluit aan bij het verhaal wat we net hoorden van Martijn. Hè? Een vriend van mij, die heeft het gehad en die sportte 4-5 keer in de week. En die moest nu bij een wandeling van 2 kilometer een kwartier gaan rusten op een bankje. Wat zijn dan jouw adviezen voor mensen die dus fanatiek sporten zoals hij? Hoe train je jezelf terug? Nou ja, je wil eerst weten waar sta je nou eigenlijk. Dus hoeveel weken of maanden na het coronavirus ben je nu? En wat is nog te meten aan de activiteit van het virus in je lichaam? Dat is soms heel lastig. En wat zijn de gevolgen dan voor je organen? En ja, als sportarts, wij doen natuurlijk aan inspanningsfysiologie. Dus wij willen dat gewoon testen. Met een inspanningstest, met ademgasanalyse, dus een kapje op om je zuurstofopname te meten. En een ECG, een hartfilmpje om je hartslag te controleren. Kun je vaak toch wel zien of het hart beperkt is. Of dat de longen beperkt zijn. Of dat het puur een beperking is van je spierfunctie. Een van die drie is vaak toch de begrenzer van je capaciteit. En als je dat niet weet, welke van de drie het is, kan je het ook niet goed behandelen. Nee, precies. En kan je dus ook misschien op de verkeerde manier gaan terugtrainen? Ja, als je weet dat je longen nog niet hersteld zijn, dat je longfunctie nog niet optimaal is, moet je misschien gewoon iets meer tijd nemen. Of je hebt misschien astma wat nog beter behandeld moet worden. Is het je hart? Hè? Zijn er tekenen van de myocarditis? Of dat je toch iets hebt doorgemaakt waardoor je hart minder goed omhoog wil, je bloeddruk niet mee wil? Dan moet je gewoon iets meer tijd nemen. En moet je dus vooral die intensievere duurtraining moet je nog niet gaan doen. En kan je misschien toch al wat krachttraining doen. Hè? Wat korter, maar niet te lang. Niet te belastend voor je hart. Want die myocarditis, hè, die ruimt zich op zich vanzelf op, uiteindelijk. Blijft misschien wat littekenweefsel kan achterblijven. Ja. Maar je ziet dat natuurlijk eigenlijk alleen maar met hele geavanceerde technieken zoals MRI, denk ik. Hè? Dus... Ja, als je die myocarditis zichtbaar wil maken, moet je inderdaad een MRI laten doen. Maar je kan soms, hè, als er problemen ontstaan in de geleiding en dus ook in de pompkracht, hè, dus de samentrekking van de hartspier zorgt ervoor dat het bloed wordt uitgepompt. En dat meten wij indirect ook door de zuurstofopname, de zuurstofpols. Hoeveel zuurstof per hartslag zegt iets over de pompkracht van het hart. En dat kunnen wij dus gewoon zichtbaar maken bij een inspanningstest. Ja. Ja. Dus jij raadt gewoon ook recreatieve sporters aan om toch, als zij het gevoel hebben, ik verbeter niet of ik blijf me toch een beetje lamlendig voelen, het sporten wil maar niet, om langs te gaan bij in ieder geval de huisarts en dan wellicht daaraan gekoppeld naar de sportarts. Is dat zeker. Onze beroepsvereniging, de Vereniging van Sportgeneeskunde, heeft ook een nazorgprotocol ontwikkeld. Ik zit zelf in de Exercise is Medicine werkgroep. En we hebben een nazorgprotocol voor COVID, hè, voor het herstel van fysieke fitheid opgesteld. En daar staan heel veel goede tips in, waar bijvoorbeeld ook de huisarts even naar kan kijken. Maar ja, als je twijfelt, laat je gewoon verwijzen. Okay. Ja, goede tip. Mogen we een link naar dat protocol, of in ieder geval naar die website, zullen we opnemen. Toch even de dubbel check, want volgens mij is het advies dus niet dat iedereen die corona heeft en wil gaan sporten naar de arts of naar de sportarts moet. Maar het gaat dus om, je lijf geeft aan wat je kan. En als je nou merkt dat je echt lang blijft hangen op een niveau en geen progressie gaat maken, dan zou er wel eens wat meer aan de hand kunnen zijn. Begrijp ik je dan goed? Klopt. Ja, mooi. Dank. Want weten we al hoe lang het kan duren eigenlijk voor je volledig hersteld kan zijn en of dat ooit gebeurt? Nee, we doen ook nu onderzoek. Een collega van mij, Victor Niemeyer, uit het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven, is een onderzoek gestart waar verschillende sportartsen in Nederland aan meedoen. Waarbij we proberen vast te leggen wat zijn nou de fysieke effecten van het coronavirus. Hè? Dus wat heeft het voor invloed op je inspanningscapaciteit? Mm-hmm. En ja, we weten gewoon nog heel veel niet. Dus we zien nu uit die eerste onderzoeken dat het hart vaker aangedaan is dan je normaal ziet bij een virus. En dat we dus bedacht moeten zijn op dit soort problemen. Hoe lang het duurt? Maanden, soms een half jaar, soms, dat is nog een beetje kort, maar het lijkt ook richting een jaar al te kunnen gaan. Dat weten we nog niet. Dat wordt nu onderzocht. Oké, werk in progress dus. Oké, dankjewel voor je toelichting, Casper. Graag gedaan. Goed, dus dat zijn al wat hele concrete adviezen van Casper. Ja. Wees voorzichtig eigenlijk, zegt hij.
waar staan we nu wetenschappelijk gezien? Jij vraagt ook aan hem, weten we al wat? Ja, work in progress, zeg je. Ja, dat doet me ook denken aan een Amerikaans onderzoek wat even in het nieuws kwam. En dat was volgens mij bij college atleten. Die elk jaar een groot toernooi hebben. Waar al die grote die sportcolleges bij elkaar komen. En voor de mensen die niet weten, college sport is het summum van fanatiek sporten in Amerika natuurlijk. Ja. En waar ook gewoon wat scans gemaakt waren van harten van gezonde atleten. Die niet het gevoel hadden van nou, eigenlijk zelfs weinig symptomen, geen asymptomatisch corona hadden beleefd. Je ziet het niet, hè? Geen koorts, geen snotneuzen, wat Martijn beschrijft. 2 dagen moe op bed liggen. En wat bleek, die hadden dus met MRI, zie je dat, een virus in hun hart zitten. Zo. En er was een ontsteking, er zat wat vocht. En nou ja, dat geeft ook weer aan van dat hart, als dat goed getraind is, kan zo'n virusje en een beetje vocht. Ja, daar heeft hij geen last van. Dus de hartfunctie werd ook gemeten en die was eigenlijk prima. Ja. Ja, dan vind je het gek dat mensen dan of atleten iets hebben. Ja, er is met mij niks aan de hand. Maar het betekent wel uiteindelijk, ik denk, ja, kijk, het lichaam moet in staat zijn om dat op te ruimen. Er kan wel vaker een virus in het hart komen, liever niet. Als het opgeruimd wordt, ja, daar is toch altijd een risicoplekje, omdat het littekenweefsel kan geven. Nou, op de lange termijn kan het juist, nou ja, je hebt mensen die weinig doen, dat hartfalen geven waar we het al eerder over hadden. Ja. Plus het is een uitnodiging ook van littekenweefsel voor, er gaan natuurlijk allerlei elektrische signalen lopen over het hart heen voor die normale hartslag. Die kunnen daar niet goed door geleiden natuurlijk. Precies, daar gaat het mis. Daar gaat eigenlijk de stroom een verkeerde afslag nemen. En dat kan leiden tot eventueel fibrilleren of meestal als het atrium, het boezem, is het allemaal niet zo heel erg. Maar op de lange termijn, ja, dan wil je dat niet, want een geleidingsstoornis kan echt problemen geven. Dus wat je nu beschrijft is eigenlijk de mogelijke veel langere termijn effecten van zo'n coronabesmetting. Ja. En dus nogmaals keer onderstrepen wat Casper Jans ook zegt, wees alert. Ja. We hoeven hier niet mensen bang te maken, hè? Veel mensen herstellen. Ja. Trainen rustig terug. Maar als je nou echt merkt dat er wat aan de hand is, dan zou dat dus bijvoorbeeld in dit soort hartbeschadigingen kunnen zitten. Kijk, ik denk dat topsporters, die worden goed begeleid. Die hebben allemaal een clubarts, een sportarts. Die zullen dit soort dingen allemaal weten. Die houden natuurlijk ook goed hun conditie bij. Maar ja, de recreatieve sporter, ja, je kent het, hè? Je hebt misschien wat harder gewerkt de laatste weken. Of, Voordat je echt aan de bel trekt, hier is iets. Ja. Heb je natuurlijk al heel wat redenen bedacht waarom je niet goed geslapen hebt. Het andere is van, ja, hoe onrustig word jij niet als jij een tijd lang een blessure hebt gehad. Of niet vol hebt kunnen sporten. Ja, je bent hartstikke gretig. En wat weten we van de effecten van corona naar aanleiding van wat Martijn vertelt? Is dit wat iedereen kan verwachten? Dat je na een paar dagen, een week, hoe lang je het ook hebt gehad, eigenlijk je hele conditie weg bent. De coronasloperij noemt hij. Ja, ik vond het mooi woord inderdaad. Nee, want het wisselt dus. Want als ik afga op een studie bijvoorbeeld bij Zwitserse recruiten. Dus dat zijn jongens die... In het leger. In het leger. Echt sportieve gasten, rond de 18, 19, 20 jaar. Nou, die krijgen standaard een VO2 max test, een inspanningstest tot maximale inspanning. Nou, kijken ze naar een VO2 max. Nou, en wat zij gedaan hebben, zeggen, nou, we doen dat toch elk jaar. We hebben onze test van vorig jaar oktober, november. Nou, en die doen we opnieuw weer in begin dit jaar, maart, april. En wat zij zagen is eigenlijk, daarbij hadden ze gewoon, want die mensen zitten dicht op elkaar, de mensen allemaal wel getest. En ja, dat is het interessante aan deze studie. Ja. Hè? Dus ze hebben langere tijd data van dezelfde groep over VO2 max en ze hadden besmettingen en niet besmettingen door elkaar. Niet besmettingen, besmettingen zonder klachten en de besmettingen met echt klachten. Nou, wat zij lieten zien was eigenlijk de niet besmetten, die gingen erop vooruit, want ja, het trainen ging gewoon door, hun hele programma. Degene die besmet waren, daar helemaal geen last van hadden. Daar ging de VO2 max was ook gewoon toegenomen. Alsof er nog niks aan de hand was met hun conditie of het lichaam. Maar juist die groep die inderdaad ook klachten had gehad. Was die VO2 max toch al 10-15% afgenomen. Zo. Dus maar dat is nog bij lange na niet. Nee, dat is nog geen coronasloperij. Dat doet mij ook denken aan,
af en toe pik je het op. Hè? Er is bij Willem II was er eens een keer iemand, een voetballer, of bij Feyenoord was wel een positieve gevonden. Het lijkt erop, ja, dat ze zeggen, nou, even een weekje uit de running en sowieso quarantaine. Daarna nou, ging het eigenlijk wel weer. Dus ja, die... voor onze luisteraars, die zien jou niet je schouders ophalen. Ja. Want dat is natuurlijk, omdat er nu juist rondom de Tour de France, rondom de Eredivisie, rondom al die sportcompetities, omdat die zo graag willen beginnen, wordt daar extreem veel getest. Ja. Vinden we dus bijna alleen maar positieve gevallen van mensen die gewoon kerngezond zijn. Precies. Ik moet zeggen, ik vond dat ook verwarrend. Hè? Ik had een soort kantelmoment bij het NK wielrennen in Nederland. Dat is alweer een tijd terug. Bij de dames. Twee kerngezonde vrouwen staan aan de start, ready om een NK te fietsen. En die worden eruit gevist. Ja. Ga jij maar aan de kant staan, je hebt corona. Ik kon daar even met mijn hoofd niet goed maar bij. Was daar ook niet iets met een fout positieve test? Oh, dat wellicht. Weet ik niet. Was dat zo? Dat kan ook. Vals positief? Ja, dat is natuurlijk, zij laten commerciële bureautjes dit doen. Ja. Ja, daarna is een hele discussie gaande. Het kan gebeuren. Ja, elke test heeft zijn een vals positief. Ja, ja, dus dat, maar desalniettemin, wij spraken voor deze aflevering even kort over dit onderwerp. Zeiden we, ken jij topsporters die in de gruzelementen liggen dankzij de COVID-19? Ja, Anne. Ja, Anne Terpstra. Ja, die, atleet van Guido Vroemen. Ja. Zullen we anders nog even snel met Guido zoomen? Doen we. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Guido. Goedemorgen. Hoi. Wij hebben een aflevering over atleten en trainen na corona. Met name veel over amateurs. Maar we kwamen erachter dat een van jouw topatleten, Anne Terpstra, de mountainbikester, ook getroffen is door corona. Zagen we notabene op de NOS. Volkskrant ook nog. Ja, ook nog. Wat is haar overkomen? En met name, waar we nieuwsgierig naar zijn, wat was het effect op haar prestaties? Wat heb je gezien? Dus in de beginfase al de corona-uitbraak, februari, maart zitten we dan. Ja. Voorbereiding was Anne op de Cape Epic, Zuid-Afrika. En toen sprak ik haar al, omdat ik al grote twijfels had. Ik denk, gaat het nog allemaal wel door daar? Hè? Want, ja. Het begon daar ook redelijk grote vormen aan te nemen. En uiteindelijk, 3 dagen van tevoren volgens mij, 2 of 3 dagen van tevoren, werd daar ook gewoon de stekker uitgetrokken en werd die gecanceld. En toen heb ik met Anne contact gehad, want ze hadden daar nog verblijf en zo. Dus ze hadden eigenlijk nog die hele Cape Epic bleven ze daar en daarna kwamen ze pas naar huis. Dus ze zijn eigenlijk daar gebleven toen, want waar ze zaten was het oké. En ze hebben eigenlijk een trainingsstage afgemaakt en toen naar huis gekomen. Mm-hmm. Dus dat is een, ik denk dat dat even denken. Maar ja, dan was het denk ik begin maart. En op de terugreis begonnen we al een beetje, dat was al niet zo lekker. Dus een beetje met reizen, hè, daaromheen, daar is het een beetje begonnen. En thuis, de dag erna had ze echt koorts. Echt flink ziek geweest, een paar dagen. Maar toen nog niet echt. Het was nog niet echt zoiets van, je hebt corona. Nee. Toen knapte ze eigenlijk wel weer op, maar het bleef een beetje een dag of twee goed. En daarna weer, bam, terugval. Oké. Okay. En dat bleef een beetje zo doorgaan. Geen gewoon griepje, was toen al wel een soort van duidelijk, ja. Nee. En toen hebben we toen de neusswab-test gedaan. En dat was dus eigenlijk al 1,5-2 weken later. Ja, die was negatief. Hmm. Ja, dat kan natuurlijk, want dan ben je alweer verder. Yeah. Toen zijn we eigenlijk weer een beetje langzaam begonnen met trainen. En dat ging in principe, in het begin ging dat best goed. Alleen, de intervallen, de best korte, heftige intervallen zoals je ze kent, zoals ik die vaker wel heb toegelicht, die lukte wel, maar het herstel daarna was heel slecht. Okay. En dan kreeg ze echt weer een hele dip. Geen energie. En dat was eigenlijk steeds het probleem, waardoor ze steeds eigenlijk weer, die training ging op een gegeven moment weer goed. En dan bam, was het weer niks. En kon ze weer helemaal niks meer. En het schoot zo helemaal niet op. Dus daar werd ze ook heel onzeker van. Ja.
En wist jij toen al wat er aan de hand was, Guido? Of jij nam dit waar en jullie waren in de veronderstelling, nou, je bent wel ziek geweest, maar test negatief. Dus ja, we tasten in Duitsland. Ik heb toen, in Duitsland was het toen makkelijk, kon je toen ook al makkelijker antistoffen test laten doen. Ja. Dus ik zeg, nou weet je, dat gaan we doen. Want dan wil ik ook weten, of je dat, heb je nou, is het nou iets anders wat je hebt? Of moeten we hier rekening mee houden? Ja. Antistoffentest gedaan. Ja, daar kwam dan een beetje zo'n dubieus. Het was zeker niet negatief, maar het was ook niet knallend positief. Oké. Ja. Maar dan ging ik, weet je, het was wel zo'n uitslag. Dan denk ik van ja, 1 en 1 is hier wel 3. Want al die symptomen. Ik denk, dit is ook dubieus dan positief. Dan denk ik, ja, je hebt het wel gehad. Dus daar, dus daar moeten we gewoon mee dealen nu. Ja. En je hebt last van weinig energie. Op sommige momenten van de dag slecht herstel na zware trainingen. Dus ze kwam toen naar Nederland. En ik zei, nou weet je, dan treffen we elkaar hier. En dan ga ik ook wel, ben ik toen ook met haar zijn dagje gaan trainen. En die pittige training eerst, die ging toen nog wel goed. Maar daarna kon ze dan weer heel weinig doen. En toen zei ik, nou weet je, we gaan het nu anders doen. Deze komende week. We halen al die pittige trainingen eruit. Dus ik ga niet je ventilatiesysteem heel zwaar belasten. Mm-hmm. We gaan alles doen, zodat je eigenlijk met gecontroleerde ademhaling. Dus niet die trainingen. Maar gewoon gecontroleerde duurtrainingen. Voldoende energie steeds bijvullen tijdens de training. En dan gewoon langdurig 3 uur of 4 uur fietsen. Ja. Zonder dat je eigenlijk je longen zwaar gaat belasten. En dat was eigenlijk de achterliggende gedachte daarbij. En zo, ja, in het begin was het nog steeds wel energietechnisch best zwaar. Maar ze had niet meer die terugval daardoor. Omdat ze, nou ja, eigenlijk haar longen niet zo zwaar belasten. Ja. Ja. Spiertechnisch was het wel nog even pittig. Maar dat ging op zich, na 3-4 dagen ging dat eigenlijk wel goed. Ja, want dat, zo zijn we een beetje. Ja, want dat was, zo bracht de Volkskrant het ook, van dat het onorthodox was wat jij deed, omdat ze ineens enorme lange trainingen. En, tot uitputtende trainingen. En dat, dat klopte niet helemaal, dat verhaal. Een mooi verhaal van maken, maar je hebt gewoon duurtrainingen aangeboden, zodat ze eigenlijk haar longen zo min mogelijk belast. Maar op een gegeven moment moest ze toch weer die intervaltrainingen doen. Moest ze toch die longen belasten. Wanneer besloot je van dat kon? Ja, kijk, dat we na 3-4 dagen ging het eigenlijk best goed. Hè? Dan kon ze dus de dag erna ook wel weer makkelijker die 4-5 uur rijden. Mm-hmm. Want dat werd het op een gegeven moment ook. Na die week heb ik even een paar dagen herstel gegeven. En toen ben ik eigenlijk weer voorzichtig begonnen met korte intervalletjes. En toen ging het weer, eigenlijk een stuk beter. Ja. En dat was eigenlijk een beetje de doorbraak. Maar zeg je eigenlijk, Guido, qua tijdlijnen, toen je eenmaal het lek boven had, en dat was in die periode dus moeilijker dan nu, hè, want iedereen wordt de hele tijd getest, maar toen wist je, toen zei je, heb ik eigenlijk een week rustig aan laten doen, en vanaf daar ben ik weer gaan opbouwen. Is dat eigenlijk zo korte tijdlijnen waar we het over hebben? Ja. Oké. Okay. Ja. En ik denk dat meer en meer collega's van jou, die wellicht ook naar deze podcast luisteren, te maken krijgen met atleten en patiënten. Nou, niet patiënten, atleten, sporters. Ja, ja. Die corona hebben gehad. Toen was het er misschien helemaal niet. Maar wat zijn bronnen voor coaches en trainers om eventueel te kijken over wat slim is er niet? Los van deze, jouw eigen ervaring. Ja, het is NS1 hè, dit. Ja, het is ook nog eens NS1 met een topsport. Met een topatleet, ja. Waarvan je denkt, ja, maar die heeft sowieso al heel veel extra capaciteit, wat iemand anders niet heeft. Mm-hmm. Dus, want ik heb ook wel andere, door dit verhaal komen natuurlijk andere sporters die dit hebben gehad. Ja, die googelen ook en die vinden mij ook. Weet je, die komen ook naar mij toe. Maar daar ben ik ook wel achter gekomen, dat is niet 1-op-1 zo te vertalen. Hè? Dus ik heb ook gewoon andere sporters waarvan ik nog steeds mee bezig ben. En denk, ja, maar die komen er nog steeds niet uit. Ja. En het duurt nog steeds lang. Omdat het niet, het hoeft niet altijd in de longen te zitten. Hè? Het kan ook het hart zijn of andere plekken zelfs natuurlijk. Ja, en soms is het ook gewoon het hele, de omgeving eromheen. Omdat je gewoon niet kunt kiezen als je denkt, ik ga gewoon even rusten, ik doe gewoon niks.
ja, voor veel sporters, mensen die hebben niet zeg maar de mogelijkheid om een hele dag dan niks te gaan doen of twee dagen. Ja, ja. Want ze hebben ook nog heel veel, hè, ze moeten ook nog hun werk doen. Ja. En sociale gezin, noem het allemaal maar op. Ja. Dus dan is dat vaak al, nou ja, dat kost al heel veel energie. En dat is al te veel eigenlijk. Dus daar kun je, ja, dan is je herstel gewoon heel lastig. Ja. Hey, en Guido, wat is nou de parameter waar jij op let om te kijken hoe het gaat? Is dat puur perceived rate of exertion? Hè? Is het subjectief rapporteren het gaat of het gaat nog niet? Of zie jij ook dingen in data waar je naar kijkt? Nee, dat is eigenlijk puur subjectief. Dus hoe gaat het met de atleet en wat... maar wat vertellen zij mij van die training ging eigenlijk nu vandaag best goed. Ja. En ik herstel er ook goed van. En dan wil ik ook weten hoe het de dag erna is. Hè, of je daar weer fatsoenlijk bent uit je bed komt en niet dan weer instort. Ja. En dat is eigenlijk wel de belangrijkste zaak die ik dan in de gaten kan houden. En dat is een beetje ook de luxe wat ik heb, wat ik gewoon elke dag eigenlijk erop zit. Dan heb ik ook elke dag weer contact met ze via, nou ja, dan wat ze intikken in Training Peaks. Of eventueel via WhatsApp. Ja. Want dan, je kunt dan wel zeggen, ja, dan hoor ik het volgende week alweer. Maar ja, dan kun je nooit bijsturen. Laat. Kun je niet bijsturen. Ja. 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 Mooi. Ja. Toch? Dank voor het delen van deze ervaring. En ik hoop dat een hoop luisterende atleten en wellicht coaches, trainers hier wat aan hebben. Ja, dat hoop ik ook. Oké, dank Guido. Kortom, sporten na corona, kan dat zomaar? Want bewegen is goed. Dat staat. Dat is eigenlijk meer sporten voor corona. Dat moet nu nog maar een keer onderstreept zijn. Ja. Het lijkt erop. Kunnen we nog niet wetenschappelijk hard maken. Maar het lijkt erop dat mensen die een betere basisgezondheid hebben, die fitter zijn, dat die minder hard geraakt worden door een positieve besmetting. Ja. Zo genuanceerd moet en het we zijn. Hebben natuurlijk gehad over de uitzending, over toen uitzending 8 of 9 al, van hoe dat zit met immuunsystemen. Ja, 11. Dus over sporten 11 was met corona. Het. Dat het op zich prima is als jij sporters hebben kunnen beter tegen een infectie. Ja, een virus, in zijn algemeenheid. Ja. In zijn algemeenheid gaat niet specifiek over corona. Mits ze ineens in ieder geval uitkijken met een hele intense inspanning. Ja. Dus ineens een marathon gaan lopen of noem maar op. Dan ben je juist weer kwetsbaarder. Want de energie die heb je verbruikt voor het volbrengen van jouw sportprestatie. En het immuunsysteem heeft, daar is minder even naar gekeken. Minder aandacht gekregen. Ja. Alleen, daar gaat het weer om. Ja, wil jij terugkomen op jouw oude niveau als sporter, als fanatiek sporter? Ja, dan moet je uitkijken, denk ik. Dat is dan eigenlijk de les hier. Ja, hè? Dus, goed luisteren weer. Ja. Contact opnemen met... met een arts bij twijfel. Ja. Bewust zijn van wat Casper Janssen zei. Het kan in je hart, in je longen of in je spieren zitten. En dus daar niet te lichtvoetig mee omgaan. En gewoon accepteren dat dit wel even langer kan gaan duren dan je hoopte. Er zijn wat richtlijnen, die gooien we op de show notes. Die kan je volgen. En dat of aan je huisarts doorsturen. Ja. Ja. Dr. Google, ik zat bij de Slimmer Presteren podcast. Ja. Dus mooi. Dat, goed dat we dit onderwerp aanraken. Dankjewel Marlies Video voor de suggestie. En wil jij nou een aanvulling doen? Of heb je een vraag? Of wil je reageren? Wil je jouw ervaring delen? Of wil je misschien wel ook een onderwerp als suggestie inbrengen hier op de redactie? Dan kan dat op een aantal manieren. Je kan ons vinden op social media. Volg ons ook vooral. @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl, waar je van iedere aflevering een pagina vindt waaronder je kan reageren. Wij reageren altijd terug. Of je kan ons mailen via post@slimmerpodcast.nl. Deel jouw verhaal, deel jouw vraag. En wij gaan er wij beantwoorden jouw mail en we gaan er actief mee aan de slag. Ja, en tot slot, als je het echt leuk vindt wat we doen en je hebt een Apple-apparaat, dan heb je hopelijk al een keer een mooie review achtergelaten in Apple Podcast. En nog leuker, als je echt bij de club wil horen. Vriend van de show. Ja, vriend van de show. Hè. Als je het niet kent, het platform vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Je kan een audiobericht achterlaten en je kan dus ons ook op financieel gebied steunen. Zodat we met z'n allen, met nog veel mensen, meer mensen in Nederland, gezonder, beter en slimmer gaan presteren. Tot zover, Jurgen. Tot volgende week.